Dames en heren, welkom in de Oude Kerk in het huiskwartier Voorburg. Mijn naam is Frank Rosenberg, secretaris van het Huygensfestival. En ik heet u echt van harte welkom in deze prachtige kerk voor het slotconcert van het Huygensfestival 2022. Ook welkom aan de vertegenwoordiger van de Hongaarse ambassade. Ook welkom aan de winnaars van de creatiewedstrijd. Maar bovenal ook welkom aan u, maar nog meer misschien wel aan de muzici die straks voor u gaan optreden. We gaan nu verder met cello en harp. Het carnaval der dieren, de zwaan van Camille Saint-Saëns. Gespeeld door Vivian Ivkovic op cello en Bianca Zauer op harp. Dames en heren, zij waren de inzending vanuit Hongarije voor het Huygensfestival 2022. Het Huygensfestival heeft een groot aantal activiteiten. Een daarvan is dat wij een creatiewedstrijd organiseren. En zoals dit jaar had het als thema Jungle Book. En ook muziek daarbij. En als het goed is, wordt nu een filmpje opgestart met de inzending van WZH. En ik kan u verklappen, dat is een bijzonder mooi filmpje. En daar gaat ie. Het verpleeghuis is soms net een jungle. Ik voel me af en toe zoals Mowgli. Er zijn strijden en kronkels in de weg. Maar ik kom steeds meer leuke dieren tegen. En ik voel me er steeds meer thuis. Thank you.
Dan kondig ik u nu graag de voorzitter van het Huisfestival aan, mevrouw Annette Weijermars, die de prijs zal uitreiken. Het is me een eer om deze prijs uit te mogen reiken. Ik zal het kort houden, want we willen natuurlijk allemaal graag het hele Jungleboek horen. Er zijn twee prijzen te vergeven. Als eerste wil ik graag de tweede prijswinnaar naar voren roepen, zo nadat ik heb verteld waarom. Het is een kunstwerk, dat staat hier naast de deur. En het is fantastisch driedimensioneel gemaakt. Als u dichterbij bent, kunt u zien dat er in de jungle allemaal muziekinstrumenten zijn verwerkt. En de jury is daar zeer, zeer lovend over. Dus ik wil graag een applaus voor Jorien de Zwitser. De prijs hebben we gekregen van Brugman, dus om nog meer creatieve dingen te kunnen maken. Gefeliciteerd. En iedereen kan bij het vertrek nog even het mooie kunstwerk bewonderen. Het staat op de ezel naast de deur. Gefeliciteerd. En dan de eerste prijswinnaar. En dat is een hele bijzondere, want die was vorig jaar ook eerste prijswinnaar. En dat zijn de bewoners van WZH met de inzending, de video van de Jungle Book met Mowgli met de grijze haren. Ik wil daar graag nog iets over vertellen. Eerst het verdrietige nieuws dat een van de dames die de vlinders heeft gespeeld, mevrouw Kleofas, is deze week overleden. Maar iedereen is heel erg blij dat ze zo ongelooflijk veel plezier heeft gehad om hieraan mee te werken. En haar enthousiasme heeft ook het hele team heel erg geïnspireerd. En dan ga ik nu vertellen wat de jury hierover zegt. De jury is ontroerd en onder de indruk van de wijze waarop de jungle, die toch heel erg ver weg is, zo dichtbij is gehaald. De verbeelding is expressief en treffend. En knap hoe de relatie is gelegd tussen muziek, aankleding, kostuums en lichaamswerk. Een hartelijk applaus voor de mensen van WZH. Er zijn veel mensen aanwezig, maar ik vraag alleen even Marcia naar voren te komen. Dank je. Ik vond het heel leuk weer. Dames en heren, sluit uw ogen. Verbeeld u dat u op een schip zit, op weg naar iets moois, naar iets spannends. Naar de jungle. Voor ik ga spelen, het Constantijn Sinfonietta onder leiding van Ali Groen. Mijn naam is Mowgli. Dat betekent de kleine kikker. Die naam gaven de wolven mij, want ik ben opgegroeid bij de wolven tot ik volwassen was. En dit is mijn verhaal. Van de dieren leerde ik de wetten van de jungle. Ik sprak hun taal en deed zoals zij deden. Want ik leefde met hen als wolvenjong op een donkere, stille plek in het woud. Waar de stilte zo diep is dat je oren het kunnen horen.
soms wordt de stilte doorbroken. Hoor het trompetteren van de olifanten, de stam van Hathi. De oproep tot de jacht van de wolven. Van Baloo de beer. De brul van Jakala, de altijd op een aanval loerende krokodil. Stil als een schaduw is de zwarte panter Bagheera. Met een stem zo zoet als wilde honing. Daar klinkt de waanzin van Tabaki, de jakhals. De lach van de hyena's. Luister naar het bedachtzame lied van K, de wijze python. En het fluisteren van de giftige cobra. En het onnozele geklets van het apenvolk, de Bandalok. Alle dieren waren mijn vrienden. Allemaal op één na. Hun vijand en de mijne. De gestreepte. De moordenaar die mijn vader aanviel en hem doodde. Shere Khan, de tijger. We'll be right back.
De mannen van het dorp gingen jacht op hem maken. De vrouwen huilden van angst, maar ik, Nato, want dat was mijn echte naam, was niet bang. Zo klein als ik was, verliet ik onbevreesd het dorp en liep de jungle in. Ik vond het hol van de wolven en ging naar binnen. Shere Khan volgde mij, want hij rook bloed. Mijn bloed! Hij schermde mij. Ze legden mij bij hun kleine welpjes. Ik voelde me veilig bij hen. Ik viel in slaap. Zo begon mijn nieuwe leven tussen de roedelwolven in het hart van de jungle, ver weg van de mensen. 12 jaar lang was ik één van hen. Ik leerde alle gevaren van het woud kennen. Ik leerde huilen als een wolf en lachen met Baloo de beer. 'S Nachts ging ik op jacht met Bagheera en slingerde tussen de bomen, net als het apenvolk, de Bandalok. Nacht verliet ik het hol van de wolven en dwaalde de diepe stilte van de nacht in. Opeens hoor ik Shere Khan, mijn gezworen vijand. Hij volgt mij door het kreupelhout.
begint te rennen. Brullend komt hij achter me aan. Hij jaagt me het bos uit. Kom bij een dorpje en verstop me. Plotseling hoor ik zoiets moois. Ik sluip dichterbij om het beter te horen. Dan ziet de vrouw me en stopt met zingen. Ze roept, Nato, Nato, mijn zoon! Ik begrijp haar niet. Maar ze neemt me mee naar huis en ze geeft me melk en brood en kleren. En leert me het eerste woordje van de mensentaal. Mama. Zo word ik weer een mens. Ik leer de taal van de mensen en hun drukke manier van doen.
Maar 's nachts, als de maan hoog aan de hemel staat, verlangt mijn hart soms terug naar de jungle. Ik hoor het roepen met wel 1000 stemmen. Ik hoor het gefluister van de bomen. En het lied van de vogels. Is het lied van de jungle. Op een ochtend, als ik de buffels laat drinken uit een poel bij het bamboe, hoor ik de jungledieren doodsbang roepen. Red ons, Mowgli! Shere Khan is terug! Red ons! Snel breng ik de buffels terug naar het dorp. Ik hoor het angstige gekrijs en woeste gestamp van de dieren op de vlucht voor de bloeddorstige Shere Khan.
mijn mes en gaat de jungle in. Vastberaden, maar ik weet niet waar Shere Khan zich schuilhoudt. De jungle zit vol geheimen. Ik ben niet bang en gaat dieper en dieper de jungle in. Eerst ga ik raad vragen aan K, de python die alles weet. Daar ligt hij, op een rots. Te slapen. Ka. Word wakker. Ka. Hoe kan ik Shere Khan verslaan? Je zegt dat hij in het bamboe slaapt? Hij is bang voor water, zeg je? Maar hij zal mij volgen als ik hem eerst kwaad maak. Kom op! Pak me dan! Pak me dan als je kan, Shere Khan! Tussen de bomen terwijl Shere Khan's gestreepte lijf over de grond achter me aanjaagt. Ik duik in het water.
Sirikaan aarzelt even, maar dan springt hij met een brul achter me aan. Ik heb de vijand van de jungle gedood. Ik heb Shere Khan gedood. En zo zijn de dieren weer mijn vrienden geworden. Ik hoor het getrompetten van de olifanten, de groet van Hathi. Koor van huilende wolven. Baloo de beer grinnikt bewonderend. En de hyena lacht zich schor. Ka, de wijze, neuriet tevreden zijn lied. Apenvolk springt en krijst in de bomen. Zo stil als een schaduw is de zwarte panter Bagheera. Ik ben weer terug onder mijn vrienden. Ik ben Mowgli uit de jungle. Hun hol is mijn hol. Hun pad, mijn pad. Hun strijd, die van mij.
Jungle Book door het Constantijn Sinfonietta met Ali Groen als dirigente, Stef Veld als verteller en Eilat Heijer van, hij doet het nog. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Maar we sluiten altijd traditioneel af met Ode aan die Freude van Ludwig van Beethoven. Dames en heren, na dit fantastische optreden van de Constantijn Sinfonietta zijn we aan het einde gekomen van het Haag Festival 2022. De
ambassades van Hongarije, van Polen, van Tsjechië, van Slowakije, de Vlaamse afvaardiging. Allen hebben meegedaan met dit concert. Ik zou zeggen, eerst een applaus nog even voor het Constantijn Sinfonietta. En dan nog een extra applaus voor Ali Groen, omdat zij echt elk jaar weer voor elkaar krijgt om uit deze prachtige bende, is het misschien wel, maar in positieve zin van het woord, iets heel moois te maken. En dat is echt een opgave. En als u ziet hoe zij hier staat en hoe zij de kinderen, de jeugd inspireert, wat u niet heeft gezien als u achteraan heeft gezeten, maar ik heb het wel gezien, haar schoenen had een prachtige luipaardprint. Ali Groen. Uiteraard alle muzici die hebben meegedaan, alle dansers die hebben meegedaan, alle dichters die hebben meegedaan, wat gisteren Ilja Leonard Pfeiffer. Het was een, wat ons betreft weer een fantastisch festival. Ik zie u graag volgend jaar weer terug in september bij het Huygensfestival 2023.